Hij is de eerste Belgische wereldkampioen ooit. Simpel, als je dus jeugd en paradarts niet meerekent, is hij de eerste wereldkampioen ooit. Dat, ja. dat gaan ze nooit van hem afpakken. Dan hoor je toch wel in dit lijstje, inderdaad. Hoe vind je dat hij tot nu toe op de tour doet? Hij moet zijn plekje nog zoeken ja. en vinden. Maar. Uh, ik heb uh, een tijdje geleden met Mario van den Boogaarde gesproken. Mario neemt hem wat onder zijn vleugels. Ja, en klok. ik denk, wie beter dan iemand als Mario van den Boogaarde? Voetjes op de grond, weet ik wat. Hey. Zeer down-to-earth als persoon. Je kan, je kan je geen betere mentor uh, bedenken, denk ik. Ja, nee, ik wou gewoon zeggen, met al het gedoe wat er af en toe wel eens is, is met Mario van den Boogaarde. Ik heb ze samen in Duitsland uh, nog even, even uitgebreid gesproken. Trek ze echt samen op, inderdaad. Dat is denk ik een perfecte mentor die je kan hebben. Qua uh, ervaring en rust houden en, en gewoon normaal doen. Dat is, daar is Mario echt de perfecte in, hè.